Hij is er, de nieuwe Volkswagen Transporter. Hij is krachtig, hij is zuinig, hij is schoon en hij heeft een nieuw design. Als je de grill en de koplampen bekijkt, is hij nieuw en heel herkenbaar Volkswagen. Standaard wordt hij geleverd met een 2 liter TDI Common Rail motor. En die heeft een lage CO2-uitstoot, een zuinig brandstofverbruik en toch een uitmuntende trekkracht. Tja, ik kan natuurlijk heel veel over die auto vertellen. Maar misschien moet ik dat overlaten aan de echte deskundige. Goedemorgen, mijn naam is Henry Dekker. Ik ben vandaag de nieuwe Transporter aan het testen. En voor zakelijk gebruik. We hebben een rietdekkersbedrijf. En dan rij je inmiddels nu 5 jaar de versie 1 van de T5. En dat bevalt heel goed, maar ik was gewoon nieuwsgierig wat de nieuwe eigenlijk gaat doen. En eventjes kijken, proberen wat hij allemaal kan, of hij stiller is. Juist of dat hij stiller is. Dat vind ik bij de oude een klein beetje rumoerig. Dus even kijken wat het allemaal gaat worden vandaag. Is hij stiller? Hij is echt stiller. Tweede stoplicht er eens. Deze is. Hij is stukken stiller. Ik begreep dat het een 4-cilinder is en niet een 5-cilinder. Kan het motortje wel. Vooral het motortje dat het iets anders is. Maar er zit vermogen genoeg onder het pedaaltje. En dan gaat het er ook wel een beetje om. Ik heb uit zou moeten drukken in het rapportcijfer. Denk ik. Ten opzichte van de andere die zeker beter geworden is. De andere gewoon een geweldige bus, nog steeds. Ik denk deze, hoe mooi zou ik het nog maar opzetten? Wel een 8 of een 9 denk ik wel. Maar als jullie het niet erg vinden, we gaan snel weer op, we gaan een stukje gassen met het ding. Kijken wat hij allemaal kan.